Goedemorgen, welkom bij Vlogmas, dag 13! Het is al Vlogmas dag 13! Er is met mijn stem, ik weet niet wat, dat zal zelfs wel overgaan. En ik heb me net klaargemaakt. Ik heb een trui aan van de shop. Die is denk ik er niet meer, maar ik denk wel dat die terugkomt. Ik ga nu vertrekken naar Celine. We gaan vandaag kerst shoppen. Kijk fijn, kijk er naar uit. Let's go! We hebben pakjes gemaakt en nu zijn we onderweg naar Weidegem Shopping Center. We gaan naar de opening van de nieuwe Parfumwinkel. Ja, die is nieuw, hè? Toch? Ja. En dan gaan we nog een beetje cadeautjes shoppen. Want we hebben vrijdag kerstfeestje samen met Pew Pew, met de mannen en dan Pew Pew en hun mannen. En ja, we hebben zo'n naampjes getrokken, dus dan gaan we cadeautjes kopen. Aangekomen in Weinigem Shopping Center. En oh, Exki, woehoe! En we gaan eerst denk ik parfum zoeken, dan gaan we naar daar en daarna eten, because we're hungry. Change of plans, we gaan eerst eten en dan gaan we parfum zoeken. En daar zit een man, ik weet niet of je hem ziet, en die heeft papegaaien op zijn schouder. Twee papegaaien, hallo. Jij, Exki, we hebben allebei een Thaise champignonsoepachtig iets. Celine heeft risotto met spekquiche. En ik heb nog lenterolletjes. En dan dit, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar alles is zoiets iets Chinees-achtig. Jee, smakelijk! Smakelijk, hè? Ah. Oehoe, hier is de eerste parfumwinkel in Vlaanderen. In Weinigem dus, hè. Woehoe, nieuwe collectie van parfum. Hey. Kijk, ik vind deze pet echt super cute. Wat vinden jullie? Vinden jullie dan mooi of zeggen jullie nee? Ik vind hem echt wel heel cute. Mooi en zo speciaal, speciale kleuren. Ik ben terug van Weinigem Shopping Center. Ik ben nu met ma en papa. De kerstboom staat. Woehoe. En ik ga cadeautjes inpakken. Yummy. Papa heeft pasta gemaakt met kip, asperges, tomaatjes, ajuin, sausje. Ik weet niet juist wat het allemaal is. Het is mijn bord. Ik ben weer thuis. Yay. Bij deze. Schattie. En bij deze schattie. Hè? Ja, hè? Oh. Mama heeft jullie zo gemist. Hè? En aangezien dat ik... Ik weet al niet meer hoeveel dagen, maar zoveel dagen niet thuis ben geweest, heb ik nog wat... Oei, muffin gaat aan het lintje van de camera. Heb ik nog wat adventkalenders om open te doen. Woehoe! Oké. Ik begin met de adventkalender van de Primark. Ik weet zelfs niet meer waar ik ben gebleven. Ik zie hier dat 9 open is. Dus ik gok dat ik 10 moet openen. Oeh, hair glitter. Dit is dus de hair glitter. Ha. Primark! Why are you so hard? Open.
Kut. Oh. Ik bedoel, lap. Ik heb mijn nagel gedingeste. Mijn nagel is kapot. Oh. Stijl scherp op mijn kapotte nagel. Oké, het doet het niet. En nu? Ja. Lappen. Is helemaal een stuk vanaf. Stuk vanaf gesprongen. Spijtig. Moet toch volgende week terug. Oh, maar hier ga ik zenuw van krijgen. Dat voel ik al. Zo scherp. Ugh. Maar oké. Dus glitter. Nee, hair glitter. Glitter om in uw haar te doen. Dan nummer 11. Oké, ik krijg nummer 11 er echt weer niet uit. Maar het is glitter eyeliner. In zo'n flesje. Ik krijg het er echt niet uit. Dan nummer 12. Dat is weer een lipbalm. Maar dan een zwart doosje. Dat is deze. Kijk er ook niet uit. 13. En 13 is roze eye dust. En dat is hier. Ja, sorry, ik krijg het er gewoon allemaal niet uit. Dat blijft allemaal steken. Dus ja. Oké, next. IKEA. Ja, waarschijnlijk allemaal chocolaatjes zijn. Yep. Oh, die heeft een rendier erop. Hoe schattig. Oh, super cute. Die ga ik zelf allemaal opeten. 11 staat op Erik zijn poep. En Erik is het rendier wat hierop staat. Hè? Oh, mm. Oeh, deze ziet er goed uit. Yummy. Dan nummer 12. Hier. Een chocolade driehoek. En nog nummer 13. Oh, dat is weer zo'n chocolaatje. Super tof. Als ik het eruit krijg. En dat is deze. Yay. Ga ik zelfs smullen. Next is de Body Shop. Oké, nummer 10. Hier. Een body lotion in mango. Yay. Nummer 11. Oeh, dat is precies een grote. Oh, een loofah. Zo'n spons om je te wassen. Ik was vandaag nog aan het denken, dat wil ik eens. Ik had dat vroeger altijd, maar tegenwoordig heb ik zoiets niet meer en gebruik ik mijn handen of een washandje. Maar ik wou zo een. Yay, een loofah. Woehoe. Dan nummer 12. Oh, een kerstboomzeepje. Amai, die ruikt lekker. Een klein kerstboomzeepje. Oh, die ruikt super lekker. En nog nummer 13 is een zwart oogpotloodje zo. Dat is ook wel tof. Dat gebruik ik bijna nooit, maar leuk. Kan ik die ook eens gebruiken, hè? Oké, dat was het. Ah oh nee, de katjes nog. Maar dit was het alleszins voor mijn cadeau. Oeps, ik heb mijn kalender kapot gemaakt. Help! Oké, mijn kalender is echt een 2. Oei oei. Oké, hij steekt terug in elkaar. En nu gaan we de katjes hun ding openen. Ik ga eerst zo doen. En dan ga ik het hem zelfs geven. Het zijn weer snoepjes. Oh,
nummer 10. Nummer 11. 9 had ik al. Ja. Nummer 11 is een roze katje. Jullie zijn niet roze. Nee, hè? Nog snoepjes, of course. Nummer 12. Nog meer snoepjes. Vinden jullie dat trouwens eigenlijk wel interessant? Mijn katten snoepjes zien eten. Want anders dan... Ja, laat ik dat eruit. Als jullie dat niet tof vinden om te zien. Nummer 13 zijn nog snoepjes. Ja, het zijn gewoon allemaal snoepjes. Oké, okay, gaan we eten? Ze zijn al aan het ruiken, zo, hè? Oké, ik ga jullie hier zetten. En dan kunnen we eten. Kom! Kom hier. Milky. Muffin? Je ziet alleen een kantjes. Hier zijn de snoepjes. Dit was het voor Vlogmas dag 13. Ik heb wel veel gedaan, maar niet heel veel gefilmd, denk ik. Maar ik heb wel de adventkalenders open gedaan natuurlijk. Ik ga hier de vlog afsluiten. Ik ga nog even tv kijken en dan ga ik slapen. Dus slaap wel iedereen en ik zie jullie morgen weer. Oh ja, en vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal als jullie nog niet geabonneerd zijn. Dankjewel, slaap wel.